Het zonnetje schijnt, er zijn veel mensen en de spanning is voelbaar op de Katwijkse Krom. Waar de belangen dus voor beide ploegen ongelooflijk groot zijn. Mertens voor Noordwijk. Mertens met de mogelijkheid. Stefan Mertens. En Adam Karoglu. Goeie kans voor de Noordwijkers. Druk ligt bij Katwijk. Zij moeten winnen. Om niet vandaag te degraderen. Jonge Nelen. Leonard. Dingen-Jan! Hoehoe! De spanning is er een beetje af. De druk. Dat zeg ik natuurlijk niet goed. De schroom is eraf, zo moet ik het zeggen. Bij beide ploegen. Noordwijk weer. Ons Alves. Oh, wat een goal zeg. Goed gevoetbald zeg. Het is 1-0 voor Noordwijk. Mo Fawzi. Draait zich schitterend vrij. Van Rydell Tuinvoort. En Noordwijk leidt. En wordt het stil op de Katwijkse Krom. En met deze einduitslag is Katwijk gedegradeerd. Jansen. Joris Jansen met de voorzet. Jonge Nelen. Oh. Goed van die keeper ook overigens. En zo blijft het vooralsnog 1-0 voor de ploeg uit Noordwijk. Van scheidend trainer Robert de Ruiter. Dingen-Jan. Dingen-Jan, goal! Jesse Dingen-Jan! In de basis begonnen. Dat heeft hij afgedwongen tegen Barendrecht. Met een invalbeurt. En hier maakt hij de gelijkmaker. En ziet Amersfoort er niet echt lekker uit. In de korte hoek verslagen. 1-1. Er is weer hoop voor Katwijk. Ja, Noordwijk moet natuurlijk ook. Dat mag duidelijk zijn. Jonge Nelen. Jonge Nelen naast. Zijn maatje Donny van Ooyen is op de bank begonnen. Komt uit een blessure. Dingen-Jan. Maakt een uitstekende indruk. Eerlijk is eerlijk. Jansen. Overtreding, voordeelregel. Leonard. Uitstekend. Danny gaat raak. Het is 2-1 voor Katwijk en de Krom ontploft. En weer is Joost Leonard bij die goal betrokken. Dat was in Barendrecht ook al een aantal keer zo. Hier bedient hij Guit. En die maakt het keurig af, de ex-prof. Katwijk buigt in een paar minuten een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. Maar dat zegt nog niets. Want Katwijk heeft al vaak genoeg een voorsprong uit handen gegeven. Dus nog hoop voor Noordwijk. Tweede helft. Bal in een soort van flipperkast. Katwijk krijgt die bal niet weg. Mooi omhaal. En de keeper. Ja, daar staan we dan. Op de Katwijkse Krom. Te kijken naar die kraken. Brouw met de voorzet. Oh. Manaputi. Wiens vader zijn spoor ook verdiend heeft. In het topamateurvoetbal. Jack Manaputi was dat. Noordwijk op jacht naar in elk geval een gelijkmaker. Hoehoe. Goed gekiept hoor. En de inzet van Fawzi was natuurlijk ook goed. Maar goed keeperswerk. Andermaal. Vlatan Karoglu. Wat is hij toch belangrijk weer voor Katwijk. Van Hezen met de voorzet. En daar bijna de goal voor Noordwijk. Mike van Zanten. De invaller. 2-1. Paniek bij Katwijk. Onzekerheid. Dat is niet zo vreemd natuurlijk. Noordwijk vol op de aanval. Katwijk op de counter. Met Jonge Nelen. Van Ooyen is meegelopen. Oh, die paas is niet goed. Die paas is niet goed. Nee. Nee, nee. Dat had beter gekund en beter gemoeten. Dan had de wedstrijd op slot gezeten. Blessuretijd. Als Noordwijk het nog een keer probeert. Manaputi. Ho, ho, ho. Goeie save van Karoglu. En iedereen blijft kijken. Iedereen blijft zitten. Niemand wil iets missen. Het is puntje van je stoelwerk. Alleen al door de spanning. Mertens. Voorzet. En die is voor Karoglu.
Zo eindigt de burenruzie tussen Katwijk en Noordwijk in 2-1 voor de thuisclub. Hoe gaan we het zeggen? Katwijk is niet gedegradeerd of gaan we zeggen nog niet gedegradeerd? We zijn niet gedegradeerd. Nee, het kan nog. Nog één wedstrijd te gaan en het draadje is nog steeds intact waar iedereen het over heeft. Ja, nou moeten we volgende week zien dat we, ja, dat we zorgen dat het draadje heel blijft en dat we die PD-plek of die beslissingswedstrijd uit vuur gaan slepen. We hebben nog steeds een eigen hand, in ieder geval die PD-plaats. En dat de na-competitie ook heel erg mooi kan zijn. Daartussen vallen nog een paar weken rust, waarbij we de boel weer een beetje kunnen aansterken, zeg maar. Dat een na-competitie mooi is en dat je via een finale PD of je veilig kan spelen of kan promoveren. Ja, dat is ook heel mooi. Dus daar hou ik me maar aan vast. Je bent vader geworden? Ja, Javon geboren. En super trots natuurlijk. Maar ja, dan worden je nachtjes wat korter en ze breken wel eens door midden. Dus ja, dan slaap je wat minder. En ja, ik zat er echt helemaal doorheen. Ik zat tegen kramp aan en ik kon niet meer. Je moet zo naar huis, moet de fles of krijgt de borst. Ik wil nu alles van je weten. Ik ga eerst zelf de fles nemen en dan krijgt de jongen de fles.